Bas, waar gaan we naartoe? We gaan naar Waalwijk. Ja, ja, actieve centraaien, maar tegen FC Emmen. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. FC Emmen. Dat is natuurlijk een eer voor mij dat ik met jou mee mag. Ja. Hè? Nou, Daan Rienstra, die moet je even in de gaten houden. Nou. Eigenlijk heb ik Daan Rienstra ontdekt. Schoolvoetbal, was hij net zo groot als dat hij nu is. Ja. Had ik hem in mijn team. Lekker hoor, RKC'tje. Ik ben nog nooit in Waalwijk geweest, maar het voelt nu al goed. Ik voel nu de warmte van de mensen al. Allemaal hallo, hoi, hoi. Niet dat de zaken vooruit lopen, maar dat doet RKC wel. Hey, de stand is al bekend. De stand is al bekend, 2-0. Vanaf de eerste play-off wedstrijd tegen FC Emmen. Het vertrouwen is groot. Toch, zeker. Erik? Ja, zeker. De materialen. Kijk, en dat is de nieuwe Jupiler League ballen. Nee? Hij kent de ballenbak van Ringo. Hier moet het dus gebeuren, Lars, vanavond. Hier zitten die mannen. Als je hier dan zit, weet je wel, met je teamgenoten en zo, voor de wedstrijd, spanning, sokjes goed. Je praat nog één keer met elkaar. Kom aan, boys, vanavond moet het gebeuren. Dan ga je het veld op. Door die tunnel die er nu nog niet staat. Was daar zo. Legend, legend. Speelt ook met nummer 14. Ja, ja, Fredje. Fredje. Goeie speler, hè? Goeie speler. Een jongen met een RKC hart. Dit is de beste wacht van RKC, hè? Let op, er wordt hem. We zitten hier, hè? Klein beetje. Daar. Mijn daar, hè? In de remmen. Ja, mijn daar. Klaar, ja, nou, kijk eens iets. Of hou je bek. Ja, wacht even, wacht even. Goed, joh. Het is nog een reden waarom de keepers al daar zitten. Eigen schoolkeeper, daar zijn die plaatsen. Die zijn wel die keepers. Dan ben ik de rustige jongens. Ja? Zijn die niet zo uitbundig? Nee. Ook een leuk verhaaltje. Tegen Emmen hebben ze nog nooit verloren in de competitie. Klopt, heb ik gezien. 5 keer winst, 1 keer gelijk. Gaan nu even naar algemeen directeur Remco overzien. Ik ben gewoon benieuwd hoe blij of hoe blij die man is dat zeg maar na 2 dus mindere seizoenen, 20ste en 18e, hoe blij hij is met het feit dat het dan gewoon weer play-offs gehaald wordt. Wat wij gedaan hebben de afgelopen jaren is vooral op heel veel andere zaken dan voetballen. De club overeind te trekken. En dat betekent dat we eigenlijk naar het voetballen toe. Vorig jaar hadden we het laagste budget, het jaar ervoor hadden we het laagste budget. Maar dat was een hele bewuste keuze om winst te gaan draaien met de club, maar ook om een aantal financiële, ja, toch wel grote problemen op te lossen. Toen hebben we er sportief voor gekozen om met vooral jonge jongens te gaan werken. Daarin is Pieter Langerijk, Gideon Deffen, nu allemaal basisspelers, maar toen tijd jongens die, ja, net kwamen kijken en bij andere clubs een krasje hadden opgelopen. Hier heel veel minuten konden maken. Maar dat zijn wel jongens die in 1,5 jaar, 2 jaar, ja, nu 60 Jupiler-wedstrijden in de benen hebben. En die zich, ondanks de beperkte middelen, sportief wel hebben kunnen ontwikkelen. Hoe reëel schat je de kansen in deze play-offs? Er is gewoon voor ons ook een lastige ploeg. Ze spelen een beetje 5-3-2-achtig. Veel fysieke spelers hebben wij moeite mee. Maar goed, het is na competitie, dus het is een hele andere competitie op zich. En het zal beter moeten dan tegen MVV, anders zijn we kansloos. Goedemiddag. Wat een gênante gozer. Ik ga eventjes de beslissende penalty in de 94ste minuut even naspelen bij Raoul. Raoul op doel. Mooi is, ik heb Lars dit zien doen in jouw shot op jouw challenge. Het zag er belabberd uit. Grote mond, hè? Grootspraak. Ik ga ze pakken. Ja, we hebben wel fans. De fans. Oh, mijn Depp. Oh, Depp. Oh, het is druk. Het is heel druk. Ja, het is echt normaal. Ja, goed, echt typisch Nederlands, hè. Het is gratis, dus ja. RKC gaat ze pakken. RKC, mijn moeder. En mijn loeder. En mijn kunnen niks van. En zo naar mijn moeder. En nog even 1 Depp. Nog even 1 Depp. Bart. 2-1 voor RKC. Wie gaat scoren? Benson en die spits. Ja? Voskamp. Ja, Voskamp. Ja, we zijn er. Hey. In de prachtige Waalwijk. Kijk eens even. Ongelooflijk. Het is best wel druk. Het is druk. Hey, hey, hey. Ja, mensen. 0-1. Het is 0-2.
2-0 Lars inmiddels. Het houdt niet over. Nee, en ik ben bang dat het nog wel meer gaat worden. Het is in ieder geval wel gezellig. Het is gezellig? Het is gezellig. Het is wel een leuk duel, wel goals, weet je, maar ja, voor de thuisclub gingen ze gewoon nog even 1 goaltje. Ja, ik gun ze er sowieso 1. Lars, wat gebeurt er? De stier van de Lier. Lars gelooft het niet, maar wie heeft jou eigenlijk nou ontdekt? Deze meneer natuurlijk. Ja, hey Lars, zie je, het is gewoon waar. Hij was toen iets kleiner, hij is inmiddels ietsjes, toen was hij ongelooflijk goed. Ja, ik vind het gewoon, weet je gunt RKC zoveel, weet je, zoals Remco vertelde, dat ze zo hun best gedaan hebben de afgelopen jaren om er weer bovenop te komen op verschillende vlakken. Ja. En dat lukt ze dan en dan draaien ze zo'n, ja, gewoon een topseizoen waarin ze de 10e plek pakken. Zeker. Playoffs. Zoveel toeschouwers sinds dat ze gedegradeerd zijn, dus dat is echt wel heel top. Goede actie dus ook met, het, met die gratis entree. Het is gewoon jammer dat je het laat liggen. En, ja, terwijl het zo mooi had kunnen zijn. Als je kijkt met de middelen die ze hebben, en dan haal je play-offs uit naar twee echt, nou... Kutjaren. Bar slechte jaren. Ja, dan is het wel zonde dat het vanavond niet geworden is waar ze op hadden gehoopt. Mensen van RKC, bij deze van Lars en mij. Dikke duim omhoog voor wat jullie, ja. De gastvrijheid top, gewoon alles was leuke top, club, gewoon jammer top. Van het resultaat, maar ja, weet je. En nee, ook tegen alle Waalwijkers die er vandaag waren, deze club die verdient meer steun, kom gewoon naar het stadion toe, weet je. Want vandaag hebben ze een off day, maar als je kijkt naar de rest van het seizoen, hebben ze het gewoon top gedaan. Absoluut. Mag je alleen maar trots op zijn als Waalwijk.